Er is dus al aan gesnoeid, dus hij is al een gevaar. Ik ben bang dat tak op uw hoofd valt. Nou ja, daar zijn we niet bang voor. Dat is al gebeurd. Nou ja, niet op je hoofd. Niet op mijn hoofd. Gelukkig. Nee, niet op mijn hoofd. Nee. Gelukkig niet, maar we hebben kleinkinderen die spelen in de tuin. En natuurlijk gaan we met de storm naar binnen. Dat mag logisch zijn. Maar ongelukken zijn ongelukken en die gebeuren wanneer je het niet verwacht. Kijk, meneer Schikhoff, dat heb ik nu begrepen, is bang voor de veiligheid. En dan kan ik tot op zekere hoogte dat voelen. Maar, nogmaals, mijn boom is niet de enige boom in Omhoort. Nee. Als je dus door Omhoort loopt, dacht ik, is dit misschien iets? Ja, die heb ik ook met de leen, hoor. Maar dat is een suggestie voor meneer Schikhoff. Oh, ik dacht, u gaat een cadeau doen. Nee, nee, nee. Ik heb ook maar van iemand te leen gekregen. Zal ook mooie kosten voorkomen. Dan kan je Omhoort helemaal niets meer overkomen. Nou, dat blijkt hoe serieus de buurman de zaak neemt. Nou, helaas. Als dit niet meer mag, dan... ik vond het wel een leuk grapje, maar... Ik kan me voorstellen dat anderen het niet apprecieert. Dat ben ik helemaal...